Dag Sophie, prachtige overwinning in Texas, tweede plaats in St. Paul en nu opnieuw een tweede plaats in Europa. Hoe sterk is dit van? Vertel, wat was de wedstrijd voor u? Een aantal weken geleden heb ik gewonnen in Galveston in Texas. Een week later tweede in San Juan in Puerto Rico en nu de tweede plaats in Mallorca. Een heel klein beetje onverwacht. Na het zwemmen en het fietsen was ik eigenlijk meer aan de derde plaats aan het denken. Want Liz, die op de tweede plaats liep, die was 5 of 4 minuten voor mij. En ik weet dat zij ook goed loopt. Dus, maar toen zag ik dat ze begon te sukkelen een beetje tijdens lopen en dan kreeg ik terug moed en dan heb ik toch nog doorgeduwd en op de tweede plaats kunnen eindigen. Dus ik ben er heel tevreden over vandaag, zeker na de zware trainingen van de afgelopen weken hier op Thailand. Wat is het volgende doel? Ik ga nu taperen voor Ironman Brazilië. Dat is 25 mei, dus in 2 weken. Ik heb heel hard gewerkt de afgelopen weken. Dus ik denk dat mijn lichaam wel een beetje rust nodig heeft en verdient ook. Dus ja, de komende 2 weken zal gewoon met het oog op herstellen en uitgerust aan de start komen daar zijn.